op te lossen met die korte combinaties. Oh, opletten hier. Ja, Bocani meeneemt, handspel ook even. En dan gaat hij alleen af op Verbrugge en aan te pippen. En kan dat als geen ander chippen. Hè. Het staat 0-1, fout in de defensie bij Anderlecht. En het ex-club-icoon, Dieu merci, profiteert en doet dat uitstekend. Hij heeft die chippen. Goed meegekeken, hier kan uit gaan. Hier kan uit voor de kans afslikken. En de goal van Rivailov. Vlak bij de meter, maar is het geen buitenspel? Is het geen buitenspel voorlopig? Niet aangegeven. Is Rivailov achter de bal gebleven? Of staat Anderlecht over? Daar is Bouta. En dat is een goede bal richting een Bocani. Dat is geen buitenspel. Dieu merci en Bocani voor de vierde van het seizoen. En hij doet het. Het is meteen 3-2. De gelijkmaker die stond nauwelijks op het bord. En Antwerp prikt tegen op de tegenaanval. Wat ze de hele tweede helft nog niet hadden kunnen doen. Mike van Hamel bedreigen. Dat lukt hem nu wel. En hoe? En dan Rivailov heeft ruimte voor opzetten. Rivailov! En die bal denk ik nog even afgeweken. Maar het staat wel meteen 1-0 voor de Grey Dolls. Dion Rivailov, de laatste die scoorde in Bulgarije. De eerste die scoort in deze stadsderby na 7 minuten leidt. We zagen het ook in de Champions League. Standaard situaties zijn belangrijk. Afgelopen Bocani, Miosje nu wel. 2-1 voor Antwerpen. Opnieuw een klasse flits van Dieu merci en Bocani. Het overzicht en de finesse. En Lampjelze, wat zeg ik in Bocani? Kortrijk, Lampjelze. Speelt de bal niet buiten bij Antwerpen. Wel nog een prachtige goal van Birger Verstraeten. Een geweldige pegel van op 25 meter. In ieder geval aan de rust, daar komt hij. Rivailov met een schitterende goal. Lior Rivailov, wat zei ik, die wind zit er toch wel wat achter. Waarom niet eens proberen? De schrijvers te verschalken, hier is Lamkelze. Oh, la 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 la. Didier Lamkelze. Uiteraard doet hij het op deze manier. Een fantastische, wondermooie goal. Didier Lamkelze